Jongens en meisjes, papa's, mama's, opa's en oma's. Van harte welkom in de Lanteren voor het grote Sinterklaas Meezingfeest. Een feest met dans en muziek waarbij jullie getrakteerd worden op een kijkje in de pakjeskamers van Sint. Vanmiddag is hij pas aangekomen, meneer Roman. Maar wij hebben al enkele pieten voor jullie hier. En ik stel ze graag even aan jullie voor. Geef ze een daverend applaus. De Piet waarvoor geen chocoladeletter veilig is. Onze Smulpiet. Hij die dit Sinterklaasfeestje wil verpesten, maar ongetwijfeld geen kans krijgt. Frits! En dan zij die het feestje, of die proberen Frits tegen te houden, dit feestje te verpesten. De baas van deze pieten, Pieterbaas, die denkt dat hij een streepje voor heeft. En de Piet die voor deze problemen een oplossing zal zoeken, onze Prof Piet. En, ah, oh, kijk eens daar. Onze tot over haar oren verliefde Marit. Wat is zij lief, hè? Dag Marit. De enige normale Piet vanmiddag hier, die normaal zijn werk doet zoals het behoort, de hoogtepiet. Twee Pieten waar we wat mee te stellen hebben. De hulppiet die alles laat mislukken. En zij die alleen maar kan zeuren, hoe kan het ook anders, onze zeurpiet. Voor hen die het nog niet wisten, wij hebben ook een testpiet. Laat ons hopen dat ze hier ook alles en de muziek heeft getest. Wie we zeker niet mogen vergeten deze middag. Ze maakten al danssprongetjes toen ze nog maar net konden lopen. Ze hebben altijd zin in een feestje. Dansen op elk stukje muziek en mogen ook hier niet breken. Onze danspieten. Wij wensen jullie vanmiddag hier in de Lanteren veel luister- en kijkgenot. En mochten jullie bij toeval een verdwaalde Piet van het podium af zien komen, stuur hem dan maar gerust terug. Veel plezier. Ik dacht, een jaartje geen gedoe, gewoon naar Holland toe, een keertje zonder moeten hopen. Maar, ik had het al gefeest, het grootste kinderfeest, dreigt weer eens in de soep te lopen. Is Sint, ach zelfs de koningin, heeft er geen zin meer in, dus blijf dit jaar maar thuis, dit is niet buiten staat. Dus Sint zet club paraat, en hoor je het in de straat. Het is tijd voor weer een nieuwe heldendaad. Wat, waar, hoe of wie, de grote onbekende die. Het feest van Sint verstoren wil, die is zo koud gemeen. Ach, wat is dit nou weer, ach lukt het ons ook deze keer. Het is weer eens een bende door de grote onbekende. Hey, hoogte. Ja. Die onbekende, wie is die man eigenlijk? Ik weet, heb jij hem al gezien? Nee, nee, de grote onbekende man. Ja? Ja, nee, ik ken. We doen nog even één keer. Ja, komt-ie. Maar met z'n allen komt-ie. Wat, waar, hoe of wie? De grote onbekende die het feest van Sint verstoren wil. Die is zo koud gemeen. Ach, wat is dit nou weer? Die lukt het ons ook deze keer. Het is weer eens een bende hoor. De grote onbekende. Oh, ik moet nog pakjes pakken natuurlijk. Dat dacht ik al. Werk. Ja, ik dacht dat niet. Thank you.
Zo, hier zijn we dan. Hier zijn jullie cadeautjes. Hé? Waar is Smulpiet nu gebleven? Ze liep net nog naast me. Zien jullie Smulpiet? Dat is ook wat. Zullen we ze roepen? Met z'n allen? Smulpiet! Nog een keer. Wat zeg je? Ik versta er niks van. Staan jullie het? Ik ook niet. Volgens mij is Smulpiet iets in haar mond. Volgens mij heeft ze van de pepernoten gegeten. Heb jij iets in je mond? Heb je niks in je mond? Dan kun je vast wel iets tegen mij zeggen. Niet? Ik denk dat Smulpiet toch van de pepernoten gegeten heeft. Ik zal ze eens heel erg laten schrikken. Dan moet ze haar mond wel open doen. Dan kunnen we zien of ze pepernoten gegeten heeft. Boe! Help! Hé? Leeg? Kan dat? Waar zijn die pepernoten? Pepernoten? Ja, je hebt toch pepernoten in je mond? Ik hè? Nee hoor. Ja, je kon net niks tegen me zeggen. Ik had hik. Ik moest een minuut lang mijn mond houden. Ja, daarom ja. Daarom kan ik me zeggen. Ja, ja. Dat kan je nou wel zeggen. Ik dacht ook echt dat je pepernoten in je mond had. Nee, niks. Maar goed. Helemaal niks. Oké, dan. Deze keer zal ik je geloven. Pakhuis, woende, polonaise, ze bakken jute zakken, bakken noten en taai-taai. En gooien de cadeautjes van boven naar beneden. Staat het hard? Zet met werkzaamheden voor die lieve Sinterklaas. Al die lieve zwarte pietjes zingen mooie melodietjes. Hey, mag ik meelopen? Op kappen, ja. Hele grote halen, wijde pieten in een Ik mag wel met jullie meelopen, hè? Alle pieten in het bakhuis doen de bolognese. Ze bakken jute zakken, bakken noten en tartaai. En gooien de cadeautjes van boven naar beneden. Zijn we gaan lekker hier langs zo. Ja, leuk. Ja, ik heb een beetje Alle pieten staan te zweten. Nee, geen pakje wordt vergeten. Op kantelling bij die hele grote halen van de pieten in een blauwe overal. Gaan ze nog draaien ook? De pieten polonaise die de allemaal achter thuis, ja hoor. De pieten polonaise die de. Oh, wacht, ik ga ze even op pakjes pakken, wacht even. Alle pieten in het bakhuis doen de polonaise. Ze pakken je te zakken, pakken noten en taai-taai. En gooien de cadeautjes van boven naar beneden. Zijn druk met werkzaamheden voor die lieve Sinterklaas. De regenpiet die komt vertellen. Ach, dat de Sint moet nabestellen. Ja, in kantoren bij die hele grote hallen. Bij de pieten in een blauwe overal. Alle pieten in het pakhuis doen de polonaise. Ze pakken jute zakken, pakken noten en taai-taai. En gooien de cadeautjes van boven naar beneden. Zijn druk met werkzaamheden voor die lieve Sinterklaas. Alle pieten in het pakhuis doen de polonaise. Gaat het lekker? Een pak noten en taai-taai. En gooien de cadeautjes van boven naar beneden. Zijn druk met werkzaamheden voor die lieve Sinterklaas. Alle pieten in het pakhuis doen de pol. Oh. Oh. Pakhuis polonaise. Je hoeft niet te schrikken hoor. Rust op de hoogte. Alle pieten in het pakhuis doen de pol. Zo, ik zal me even voorstellen. Ik ben Frits en ik ga je alles aan doen om het feest van Sint-Nicolaas te verzieken.
doe ik? Even nadenken. Hoe kan ik daar het beste aanpakken? Weet het. Zo, dat heb ik. Ik weet wat ik ga doen. Ik zal het je vertellen. Ik ga naar de pakjeskamer. Ik ga de pakjes en het grote boek van Sinterklaas stelen. Zo, ik heb het. En nu richting het kasteel van Sinterklaas. Hij is met Sinterklaas hele nachten lang. Hij loopt op hoge daken, maar hij is nooit bang. Want hij is heel erg sterk en deinst nergens voor terug. Maar dat kan natuurlijk niet met Sint al op zijn rug. Americo is het allerliefste paard. Twee grote bruine ogen en een mooie lange staart. Americo is het allerliefste paard. Wit met grijze vlekjes en een mooie lange staart. Hij is het allerbeste paard. En in zijn warme stal, na een lange nacht, eet hij alle wortels op en Piet die poet zijn vacht. Als jij het paardje lief vindt en je wilt wat doen, stop dan na het zingen een wortel in je schoen. Americo is het allerliefste paard. Twee grote bruine ogen en een mooie lange staart. Americo is het allerliefste paard. Wit met grijze vlekjes en een mooie lange staart. Hij is het allerbeste paard. Americo is het allerliefste paard. Twee grote bruine ogen en een mooie lange staart. Americo is het allerliefste paard. Wit met grijze vlekjes en een mooie lange staart. Hij is het allerbeste paard. Wat voor cadeautjes zijn het eigenlijk? Speelgoed, ballen, een paar boeken en chocoladeletters natuurlijk. Hey, chocoladeletters! Ja, wij Pieter maken de lekkerste chocoladeletters, al zeg ik het zelf. Nou en of, dan lekkerste. Pieter, wel, zijn jullie de mensen? Hallo, maar dit is een onbekende man. Ik zou het niet weten, hoe zag hij eruit? Hij heeft slag, hij heeft een bril op en heeft een heel netjes kostuum aan. Netjes kostuum? Jij gezien?
Hebben jullie hem misschien gezien? Niemand? Hey, waar is het grote boek van Sinterklaas? Welk boek? Het grote boek van... Waar is het grote boek van Sinterklaas? Welk boek? Het boek van Sinterklaas. Het boek waar alles over deze kinderen in staat, toch of niet? Luister, we moeten het boek zoeken. Daar staat in welke kinderen cadeautjes krijgen en welke kinderen mee moeten in de zak mee naar Spanje. Wacht, ik ga het boek wel zoeken. We hebben echt een vet probleem nou. Zo. Ik ga het boek zoeken. Hebben jullie wat gezien of niet? Die kant. Zo. Ik pas wel de broodjes hoor. Oh, chocoladeletters. Wat heb ik daar zin in? Ah, nee, deze niet voor mij. Gewoon even ruiken. Hij ruikt wel heel lekker hoor. Ik ga gewoon kijken. Oh ja, die lust ik wel. Hij ruikt wel heel lekker hoor. Ik kan er niet meer tegen. Smul Piet! Oh, snel, als Piet waar ze ziet. Zeg Smul Piet, we hadden het boek van Sinterklaas toch wel meegenomen? Ik kan het nergens meer vinden. Volgens mij weg wat ze meegenomen. Wegwijs Piet, dan zal ik het hem eens vragen. Ja. Kinderen, willen jullie die Smul Piet even in de gaten houden? Eet alle pepernoten op. Roep me maar, als Smul Piet van de pepernoten gaat eten, ben ik zo terug. Oh, nog eentje. Ja, met haar. Voor mij klaarsloten. Wat is er aan de hand? Zeg, Smulpiet. De kinderen vertellen dat jij pepernoten aan het eten bent. Klopt dat? Ik? Snoep eten? Ja, chocoladeletters en pepernoten. Ik heb er geen op hoor. Nee. Dat doe ik er niet, Pieterbaas. Volgens mij, die neus wordt wel heel lang van Smulpiet. Nee, geloven jullie het? Ja. Ja. Ik geloof er echt niks van. Nou, maar het zit wel goed zo. Ja. Zo, wat is dit allemaal? Dat is wel heel veel pakjes. Heel veel. Zo, chocoladeletters. Dat hoor ik. Kom de Piet aan. Kom zo stomme Piet. Moet weg. Waar? Daar, onder tafel. Ja. Wat is er? Frits, wie is Frits? Sinterklaas voor eerst of ik de staf schoon wil maken. Daar is even. Pst. Hallo? Hallo? Nou, er zit helemaal niemand. Nou. Ja, er zit helemaal niks. Ik ga eens even aan. Het is vandaag zaterdag, hè? Dan moet ik altijd de staf van Sinterklaas schoon gaan maken. Hè? Sinterklaas heeft namelijk 3 staffen. 3 keer zeggen, hè? Maar er was iets weg, zeiden jullie. Oh, wacht. Dit wacht dan nog. Dan heeft
Er is een dief. Met cadeautjes meegenomen. Nou, wacht. Ja, maar die pakjes liggen er toch nog? Ik ga ze even tellen. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 3, dat is 4. 4. Nee, wacht. Nee, dat klopt niet. Wacht. Ga je met z'n allen even meetellen? Komt ie, dit is? 3. Het moeten er 4 zijn. Dus jullie hebben gelijk. Maar onder de tafel, ik zie hier ook helemaal niks zitten. Nee, er liggen alleen wat pepernoten van vorig jaar, meer niet. De tafel. Het was een dief, dat heeft de zak meegenomen dan. Oh nee. Wil je dit serieus? 1, 2, oh nee. Alarm! Hoe puten we dus er allemaal? De kinderen zeggen dat de zak van Sinterklaas weg is. Ja. Met alle chocoladeletters. Chocolade. Smulpiet. Smulpiet. Jongen. Smul. De zak is zoek. De zak is zoek. De zak van Sinterklaas. Ik zoek die zak, maar vind hem niet, helaas. Ach, de zak is zoek, nee, niemand die hem ziet. Ik zoek die zak. Zoek jullie allemaal mee naar de zak? Ja, we gaan met z'n allen naar die hoek kijken. Zien jullie daar een zak? En daar! Luister! Het was bijna pakjesavond en het was ontzettend druk. Ik had mijn beste dagje niet, ik had echt geen geluk. Want Sinterklaas zei, Zwarte Piet, het is tijd om te gaan. Maar toen ik de zak wou nemen, zag ik hem niet staan. Ik riep toen heel spontaan. Hey Pieter, waar zou die zak nou kunnen staan? Misschien in de hoek, ook niet. De zak is zoek, de zak van Sinterklaas. Zit hier ook niet op? Ook niet. Ik vind hem niet. Hier zie je hem ook niet, hè? De zak is zoek, nee, niemand die hem ziet. Ik zoek die zak, maar echt, ik vind hem niet. De zak is zoek. Was dat de zak van Sinterklaas? Ik zoek die zak, maar vind hem niet. Waar zou die dan kunnen zijn dan? Ja, ik weet niet. Maar die had een meneer, hoe zag die meneer eruit dan? Ik zoek die zak, met een baardje. Wacht. Hij zit niet in mijn binnenjas, hij ligt niet in de kast. Hij zit niet in de mijter en hij hangt niet aan de mast. Maar ik ken nog wat trucjes en een toverspreuk of 10. Brul ze mee uit Bollepoort. We gaan met z'n allen hocus pocus speculaas gaan, hè? Hocus pocus speculaas! Wacht, hey! Daar is de zak van Sinterklaas. Dat was de verkeerde zaktest. De zak is zoek, de zak van Sinterklaas. Ik zoek die zak, maar vind hem niet, helaas. De zak is zoek, nee, niemand die hem ziet. Ik zoek die zak, maar echt, ik vind hem niet. De zak is zoek. Zullen jullie even willen kijken voor mij, achterin, hoe misschien dat hij daar ligt? Ik weet het wel niet. Ik zoek die zak, maar vind hem niet, helaas. Ik vind hem helemaal niet. Zie je hem daar? Ook niet? Nee, niemand die hem ziet. Ik zoek die zak, maar echt, ik vind hem niet. Waar zou die zak nou kunnen zijn? Hela, wat is er aan de hand? Wat is dat voor een kwalie, Pieterman? Er zitten allemaal kinderen op u te wachten, dat was u toch niet vergeten? Oh nee, natuurlijk niet. Dat is waar ook. Hoi kinderen, het spijt me dat ik een beetje laat ben. Maar ik denk dat onze testpiet jullie wel vermaakt heeft. Ja? Dat is goed. Ja, dat kan onze testpiet wel. Maar u bent te laat en u bent anders nooit te laat. Want als er een van de andere pieten te laat is, dan moppert u er altijd op. Ja, wrijf het maar in. Maar om antwoord te geven op je vraag, Pieterman, ik heb een probleem. En ik was heel druk bezig met nadenken over hoe ik dat probleem kon oplossen. Een probleem? Wat voor een probleem, prof Piet?
Zie je in die hoek daar die grote stapel chocoladeletters staan? Ja, die zie ik wel. Heel duidelijk, Grote Piet. Wat een grote stapel chocoladeletters. Die had je eigenlijk nog veel duidelijker moeten zien. Want die stapel hoort nog veel hoger te zijn. Nog veel hoger te zijn? Hoe bedoelt u, Grote Piet? Ik bedoel, Pietje, dat de chocoladeletters verdwenen zijn. Verdwenen? Hoe kan dat nou? Chocoladeletters verdwijnen heus niet uit zichzelf weg, hoor. Die lopen heus niet uit zichzelf weg. Zie je het al voor je? Een chocoladeletter? Hard weglopen over de vloer? Nee, Pieterman, dat hebben ze niet. Maar leg die letter nou maar gauw terug en help me nadenken over hoe we dit probleem kunnen oplossen. Kan het gewoon niet zo zijn dat er al een heleboel kinderen in deze zaal al een chocoladeletter in hun schoen hebben gehad? Kinderen, steek je anders op als dat zo is? Nee. Heb je goed je best gedaan? Op school niet op de gang gestaan? Goed geluisterd ach, naar je pa, de nieuwe danspiet. En meegeholpen met mama. Dan loop je dit jaar geen gevaar. Wie helpt mama wel eens? Helpen jullie moeder ook allemaal? Ja? Wacht, de telefoon gaat. Even wachten. Hey, wacht, daar gaat de telefoon. Wat? Oh nee, dit ga je toch niet menen. Oh nee, de pakjes zijn verdwenen. We missen wagen 27, wel een Piet of twee. De radar geeft ze ook niet aan, dan zijn we lekker mee. Oh jee, dit ga je toch niet menen. Nee hoor. Oh nee, de pakjes zijn verdwenen. Kan het nou en ooit is van een laaie dak. Hier gaat het hele feest van Sinterklaas is naar de maan. Luister goed naar wat hij zegt. Hey. Hij heeft het me net uitgelegd. Geef ik aan zijn eisen geen gehoor, dan gaat het hele feest niet door. Oh nee. Nu zit ik met mijn handen in het haar. Waar staan ja, dat bedoel ik, dat bedoel ik. Ja, wie weet ook niet waar ze zijn dan. Ik ben nog nooit zo boos geweest. Wacht, nee! Oh jee, dit ga je toch niet menen. Oh nee, de pakjes zijn verdwenen. De missen wagen 27, wel een Piet of twee. De radar geeft ze ook niet aan, daar zijn we lekker mee. Oh nee, dit ga je toch niet menen. Wacht, nee, oh nee. De pakjes zijn verdwenen. Kan het nou wel ooit eens van een laaie dakkie gaan? Het hele feest van Sinterklaas is naar de maan. Hey kinderen, we gaan met z'n allen, we moeten hem pakken. We moeten hem toch te pakken krijgen? Moeten we Frits te pakken krijgen? Weet u niet zeker? Ja? Wacht. Hoogte, nee. Heb je hem? Hoogte Piet heeft hem. Dat is de postbode. Nee joh, die heeft er niks mee te. Toch wel? Haha, we hebben hem te pakken. Ja, ja, nu zitten we gebakken. Het gevaar is geweken, ik ben weer op mijn gemak. Want hij gaat mee naar Spanje, ja, onder in de zak. Haha, we hebben hem te pakken. Ja, ja, nu zitten we gebakken. De club heeft weer gewonnen, we zijn hem nu de baas. Nu kunnen we weer doorgaan met het feest van Sinterklaas. Tespiet. Tess, dat is de post... Tess... Oh, Tesspiet, dat was de postbode. Dat is Frits niet. Nee, dat is de postbode. Ja, echt. Nou, dat waren dus nog niet zoveel vingers, dus dat kan niet. Ik sta voor een raadsel. Nou, nee, je staat voor mij, vooral met papa. Voor kinderen met hun papa's en mama's. Maar een raadsel heb ik hier niet gezien. Ik bedoel bij de handje dat die verdwijning van de chocoladeletters voor mij een raadsel is. Een raadsel? Oh leuk, ik ben dol op raadsels. Daar word ik zo moe van, hè? Nee, echt, ik ben er helemaal dol op. Kinderen, deze weten jullie vast. Zeur, hier hebben we geen tijd voor. Luister, luister. Je hoort het wel, maar je ziet het niet. Rara, wat is dat? Hé, wat? Kent u hem al? Wat? Kent u dat raadsel al? Ik denk niet dat ik het begrijp. Nou, ik vraag dus. Je hoort het wel, maar je ziet het niet.
En dan zegt u Zwarte Piet. Nou, dat was het antwoord. Dus ik vroeg of u dit raadsel al kende. Nou, laten we er ook gewoon op houden dat ik zo verschrikkelijk slim ben, oké? Zullen we dan nu weer verder gaan zoeken wat er gebeurt met al die verdwenen chocoladeletters? Want als Sinterklaas erachter komt dat er zoveel chocoladeletters weg zijn, en dat we dan direct misschien te weinig chocoladeletters hebben, dan gaat hij niet blij zijn. Dat kan ik jullie wel vertellen. Ik snap het. Test Piet, wat ik niet snap. Nou, wat snap je niet? Waar al die chocoladeletters gebleven zijn natuurlijk. Nee, want als ik het wist, zou ik het wel gelijk vertellen. Anders hadden we nu geen problemen, hè? Klopt. Uitgezet. Ik ga jullie iets vertellen. Ik werk al best lang voor Sinterklaas, al wel heel veel jaren. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Want er was dan een meneer, was er eigenlijk aan de hand? Zo, jullie weten ook helemaal niks. Nee. Wat was er nou aan de hand? Was er een meneer die cadeautjes steelde of? Ja. Maar hoe zag hij eruit? Dat kunnen wij gaan zoeken. Een baardje? Oh, zo'n lange witte baard. Dat is Sinterklaas. Zo'n bruin baardje. Zwart. Dus zullen we zeggen, zwart, bruin met gebroken wit. Was gewoon de postbode. Was het toch een dief? Hij was verkleed als postbode. Dus als ik het goed begrijp, kinderen. Als ik het goed begrijp, loopt er iemand hier in het kasteel rond? Met postbodekleding? Ja, maar dat kan ook van, had iets oranjes aan. En dan een wit baardje. Bruin. Zwart. Zwart baardje. Wit, bruin, zwart baardje. Ja. En een bril. Wat voor bril? Zo'n hele grote of zo'n kleintje? Een kleintje. Oké. Hoe heet die? Frits? Oh, wacht. Dan weet ik wie jij bedoelt. Frits, die was vroeger... Frits, dat was een jongetje die klein was, was altijd heel stout. Toen heeft hij van Sinterklaas bijna nooit cadeautjes gehad. En nou probeert hij natuurlijk wraak te nemen. Kan dat kloppen? Ja? Weet je, dan ga ik Frits even zoeken. Ja, Frits, ja, volgens mij is het gewoon de postbode. Ja, de postbiet heeft ook altijd iemand van de post natuurlijk. Ja, Frits. Jij, je bent helemaal van mij. Een excuus is er niet bij. Je gaat gewoon met me mee. Oeh, elke schoorsteen is ons doel. Het zijn er wel wat ik, ja toch bedoel. Natuurlijk zeg ik geen nee. Want als we samen op de daken staan, weet je, lijkt alles haast vanzelf te gaan. Hey, hoor ik lieve kindjes zingen, ze vragen mooie dingen. We hebben echt een wereldbaan. Samen de daken op, dat is zo fijn. Ja, zeg dat wel. Aan het werk voor kindjes groot en klein. Ach, samen luisteren we wie zoet is en wie een grote boef is. Wat heerlijk toch om Piet te zijn. Yes, Piet, wil je nog even zingen zo in het stukje? Ja? Ja, vind ik leuk. Altijd leuk. Altijd, ja, zeg maar. Wij op de daken, zij aan zij. Voor je het weet is het voorbij. Dan moeten we weer terug. We zijn er net pas, dus laten we daar maar niet aan denken. Maar luister, hè. Cool, elke schoorsteen is ons doel. Het zijn er wel een heleboel. Eén nacht gaat echt veel te vlug. Want als we samen op de daken staan, lijkt alles haast vanzelf te gaan.
hoor ik lieve kindjes zingen. Ze vragen mooie dingen, we hebben echt een wereldbaan. Samen de daken op, dat is zo fijn. Ach, aan het werk voor kindjes groot en klein. Samen luisteren we wie zoet is en wie een grote boe is. Wat heerlijk toch om Piet te zijn. Ongemerkelijk bij iedere schoen. Deze toch niet, hè? Want dat is het leukste om te doen. Want als we samen op de, want als we samen op de daken staan, hey, lijkt alles haast vanzelf te gaan. Zeg dan wel, Tess. Hoor ik lieve kindjes ja, zingen, natuurlijk. Ze vragen mooie dingen, we hebben echt een wereldbaan. Samen de daken op, dat is zo fijn. Aan het werk voor kindjes groot en klein. Samen luisteren wie zoet is en wie een grote boer is. Wat heerlijk toch om Piet te zijn. Want als we samen op de daken staan, ik wil al die handen staan, waar zijn die handen? Lijkt alles haast vanzelf te gaan. Hey. Hey, hoor ik lieve kindjes zingen, ze vragen mooie dingen. We hebben echt een wereldbaan. Samen de daken op, dat is zo fijn. Ach, aan het werk voor kindjes groot en klein. Samen luisteren we wie zoet is en wie een grote boe is. Wat heerlijk toch om Piet te zijn. Als we samen op de daken staan, lijkt alles haast vanzelf. Oh. Ja. Het ging net zo lekker. Hè? Ja. Oh, jij wilt iets vertellen? Ja, daar ben ik altijd wel voor in. Ik ben altijd heel goed in gesprekken voeren. Ja, vertel. Nou, weet je wie die man is die daar op het randje van het kasteel zit? Randje van het kasteel? Nee, hé, hey, hoogte. Hoogte, hé. Hey. Hé. Hey. Wat? Volgens mij is het gewoon een zwerver. Volgens mij, ja. Maar... Wie is dat? Is dat Frits? Ja! Meneer? Nee, die is van de post. Dus die doet ook van de postpiet altijd, hè? Ik heb hem wel eens vaker gezien. Volgens mij is het gewoon de postbode. Het is gewoon de postbode, hè? Ja. Het is gewoon de postbode. Oh, oh, ja! Sorry, de stoomboot van Sinterklaas komt deze kant op. Hè? Meneertje, die mag jij wel niet zijn. Hè? Heeft hij de zak... Nee, het kan zijn. Heeft hij dat echt gedaan? Heeft hij dat echt gedaan? Zo, meneertje. Wie mag u dan wel niet zijn? Hey, ik ben de melkboer. Sorry, ik ben de postbode. Zie je wel, het is gewoon de postbode. Ik ben de postbode. Ik doe de pakjes rondbrengen voor de postpiet. Het is toch de postbode? Ik kom de vriezer terug. Meneer, mag ik u een hand geven? Ik wens u een hele fijne dag met het werken. Doe er goed aan de postpiet. Marit, ik ga de daken maar weer eens op. Wat? Hulp. Ja? Ga je mee? Ik ga de daken op. Ja, maar de hoge daken, dat is allemaal iets te nieuw voor mij, als je begrijpt wat ik bedoel. Te nieuw? Ja, ik ben een beetje nieuw, hè? Ja. Zie ik jou zo meteen, hè? Hoi, ja, mister. Is goed. Hey, postbodetje. Oh, die geef je aan de postpiet, die moet zeker chocola hebben. Ja, is goed, geen enkel probleem natuurlijk, hè? Heeft hij een chocoladeletter gepakt? Nee! Zo, postbode. Wilt u misschien nog meer hebben? Ik heb hier nog een witte chocola. Geef maar. Nee? Oh. Nou. Ja. Kom Marit, wij gaan maar eens even aan het werk. Hè? Ik ga weg. Oh ja! U heeft nog hartstikke druk natuurlijk, hè? Ik moet weg. Ja. Eerlijk gezegd moet ik weg. Ik moet nog heel veel doen. Je moet nog heel veel doen. Natuurlijk. Ja. Doe de groetjes in de postpiet. Ik doe dat. Fijne dag nog. Dag hoor. Dag hoor. En trouwens niet je busje meer voor het kasteel zetten, hè? Zo komt Pater Sinterklaas niet meer bij. Het paard niet langs. Ja, het paard komt niet langs. Ja, oké. Okay. Dat is gewoon de postbode. Ja. Is hij Frits? Nee! Maar dat is toch Frits niet? Dat is Frits niet. Wij gaan eens even kijken. Wij lopen naar de postpiet toe. We gaan het gewoon eens even vragen. Postpiet. Postpiet.
Oh. Polspiet is nergens. Even kijken. Die is daar ook niet. Ach, Polspiet. Oh, god. Haha. Ik heb het aan de Polspiet gevraagd. Maar die weet wel niks. Die zei dat de postbode vandaag niet eens geweest was. Maar luister. Alles leek echt geweldig te gaan. Iedereen aan boord en de stoomboot ging op weg. Niets wat nog in de weg kon gaan staan. Maar met volle zee kregen wij toch grote pech. Er was een storm en de golven zo hoog. Dat er cadeautjes overboord heen vliegen. Wie weet waar de verdwenen pakjes zijn. Gaan jullie allemaal mee zoeken? Kom, wij gaan zoeken. Nee, we gaan zoeken waar ze zijn. Kom! Ze moeten nu toch ergens zijn. Blijf nou niet zitten. Niks daaronder? Niks daaronder, nee? Doe je best. Kom, we gaan even lekker hier tussendoor zo. Groot feest als de pakjes er weer zijn. Wie ze vindt voor de Sint is een held. Dat is toch fijn. Nou, we gaan eens... Blijven jullie goed zoeken? Iedereen tuurde mee over zee. Wat in de zee ligt. Zie ze nergens, jullie wel? Ook ons vriendje Spetter zocht mee. Want van heel goed speuren heeft hij veel verstand. Hopelijk vinden we alles weer terug. Anders dan kunnen we. Ja, kijk maar achter in de hoek daar. Wie weet waar de verdwenen pakjes zijn. Ze zijn kwijt en dat vinden we niet fijn. Ze zijn mooi versierd, alle maten groot en klein. Groot en klein, ja tuurlijk. Er zijn, hey! Blijf nou niet zitten, dan help mee zoeken overal. Doe je best, want wat is nou het geval? Het is pas groot feest, als de pakjes er weer zijn. Niet gevonden? Niet gevonden? Dat is nog fijn. Ah, dat snap je niet, hè? We gaan met z'n allen even roepen. Iedereen zegt ho! Dat kan harder! Iedereen zegt hey! Hey, kom maar van je stoel. Kijk dan om je heen. En zoek maar met ons mee. Wie weet waar de verdwenen pakjes zijn. Goed zo. Ze zijn kwijt en dat vinden we niet fijn. Ze zijn mooi versierd. Alle maten groot en klein. Want ze moeten niet toch ergens zijn. Hey, blijf nou niet zitten, dan help mee zoeken overal. Doe je best, want wat is nou het geval? Het is pas groot feest, als de pakjes weet jij waar de pakjes zijn? Wie ze vindt voor de zin, nee? Is een held. Misschien wel je schoen. Wie weet waar de verdwenen pakjes zijn? Ze zijn kwijt en dat vinden we niet fijn. Ze zijn mooi versierd, alle maten groot en klein. Ze moeten hier toch ergens zijn. Blijf nou niet zitten, dan help mee zoeken overal. Doe je best, want wat is nou het geval? Het is pas groot feest, als de pakjes er weer zijn. Wie ze vindt voor de Sint is een held, dat is toch fijn. Ik geef deze jou mee, Piet. Liggen ze ook niet daar in een hoek? Waar liggen ze dan, joh? Waar, hè? Nee, wacht even. Ik ga even achterkijken. Ja, wacht even. Kijk, nee, ook niet. Ook niet in de hoek, in de hoek. Nee, ook niet. Pieterman. Even kijken. Daar misschien ook, daar in de hoek. Ook niet, ook Pieterman. Niet. Pieterman. Ook niet, misschien daar achter. Mevrouw, kunt u daar achter zien? Ja! Kom even hier bij mij staan, ja? Ja, ik kom bij je staan. Dat is nou ook overdreven, hè? Ik vind het heel fijn dat je zo ja, dat, goed op zoek gaat. Ja, dat vind ik ook. Naar de tweede pakjes. Ja, natuurlijk. Ik krijg ze ineens gevonden. Ik heb al die kinderen hier gestuurd naar ik zie misschien het plafond of zo, maar ook niet. Maar ik geef je ook een briefje mee dat je ze onder het plafond niet echt gaat vinden. Wat is er nou? Ja, je zegt ik geef het op een briefje, maar ik zie helemaal geen briefje. Dat is een gezegde, Pieterman. Ja, hè? Dat is dus bij wijze van spreken. Dus dat is niet zo echt zo'n briefje. Nee, dat is dus niet echt zo'n briefje. Ik begrijp het, grote Piet. Mooi. Dan ga ik even zoeken, hè. Nou, kom je mij helpen zoeken? Ja, natuurlijk. Als je even een briefje schrijft waar het is, dan kan ik het makkelijker vinden natuurlijk. Dat snap je natuurlijk zelf ook wel. En ik kan natuurlijk wel lang blijven praten. Maar ja, natuurlijk snap ik dat. Even kijken. Pakjes. Nee, daar ook niet. Even kijken. Liggen ze hiervoor? Hiervoor liggen ze ook niet. De laatste dagen voel ik me een beetje raar.
geen trek in eten en ik kijk niet, maar ik staar. Hoe zou het komen dat ik mij zo anders voel? Misschien dat jij wel weet wat ik bedoel. Shalalala, 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 shalalala. Ik ben verliefd. Zij is verliefd. Maar op wie, dat zeg ik niet. Ik ben verliefd. Zij is verliefd. Op een hele mooie Piet. Hij is zo lief. Oh, zo lief. En hij heeft een mooie lach. Ik ben verliefd. Zo verliefd. Vanaf het moment dat ik hem zag. Ik zie hem in mijn dromen en starend uit mijn raam. Wanneer zal hij toch komen? Ik fluister zacht zijn naam. Mario. Wat zegt ze nou? Wat zijn ze nou? Muziek, Piet? Iets met een O. Ik ben verliefd. Zij is verliefd. Maar op wie, dat zeg ik niet. Ik ben verliefd. Zij is verliefd. Op een hele mooie Piet. Hij is zo lief. Oh, zo lief. En hij heeft een mooie lach. Ik ben verliefd. Zo verliefd. Vanaf het moment dat ik hem zag. Hij houdt erg van muziek. Gaat over mij. En hij is ontzettend cool. Yes, ik wist het. Hij denkt heel erg uniek. Oh ja. En zijn blik die is zo zoel. Ik ben verliefd. Zij is verliefd. Maar op wie, dat zeg ik niet. Ik ben verliefd. Zij is verliefd. Op een hele mooie Piet. Hij is zo lief. Oh, zo lief. En hij heeft een mooie lach. Ik ben verliefd. Zo verliefd. Vanaf het moment dat ik hem zag. Ik zie hem in mijn dromen. En starend uit mijn raam. Wanneer zal hij toch komen? Ik roep heel hard zijn naam. Mario. Mario? Die dikke vette pizza bakken? Ja, dat is een mooie. Mario. Mario, dat is er een van de Intercontinental. Dat is die met de... Die heeft toch geen uitstraling. Die kan niet zingen zoals ik. Heeft slecht postuur. Verliefd dus. Ik ben... Hey Marit! Ja, mooi hè? Best hoog. Hey Marit, luister. Ik moet jou... Ik wil je graag iets vertellen. Hè? Kijk, ik zit hier zo'n... Elke dag, elke week, zo in december, november, december. Hè? En... ik moet je nog even wat vertellen. Ik ben verliefd. Ja, ik heb het zeker goed voor elkaar. Wie de gelukkige is. Ik durf het bijna niet te zeggen. Jij mag het. Hey. Ja. Ah joh, weet je het is? Als ik nou hier sta, dan kijk ik altijd wel naar dezelfde maan. En weet je... Ik durf het eigenlijk al een tijd niet te zeggen. Ja. Ja, dat had ik in de gaten. Volgens mij wordt het een beetje regenachtig weer. Ah ja, kijk. Help! Ja? Kom je naar beneden? Wat? Kom naar beneden! Het Hoezo? Wordt stormachtig weer! Ja. Marit, kun je me even eraf helpen? Help!
Ja, kom eraan! Zie ik jou dan vanavond? Ja. Tess, je verpest altijd die mooie momenten. En kinderen, zo zie je maar, er gebeurt veel in de pakjeskamer van Sinterklaas, hè? We beleven van alles. Er ligt nog gelukkig geen sneeuw. Kijk dan maar eens het Sinterklaasjournaal. Er is toch zo verliefde Piet op een lerares? Jawel, hè? Ja, ben ik. Ja, de postbode is verliefd, hè? Op, hoe heet ze? Dolores? Ik ben ook wel stiekem verliefd op Dolores. Natuurlijk op Marit. Ja. Zo, dat klinkt ook lekker. Hey, en kinderen, wat vragen jullie trouwens allemaal van Sinterklaas? Heb je al leuke cadeautjes? Oh, jij wilt Zwarte Piet door de schoorsteen laten zien. Oh, dat heb je op tv gezien. Nou weet je, Zwarte Pieten die komen altijd 's nachts. Wanneer de kindjes lekker lopen te slapen, doen wij het in jullie schoen, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Hoe komen jullie dan? Op het dak? Ja. Ik zal je vertellen, Sinterklaas heeft een speciale toverring. Die heeft hij altijd op de wijsvinger van zijn rechterhand. Draait hij het kristal om? Hè? Een ring, ja. En dan, als je bij Sinterklaas staat en hij draait hem om, zwaai je zo naar het dak toe. Hoe heet hij dan? Amerigo. Ah, dat kan kloppen, die loopt ook op het dak. Hey, ja. Wie is die man die alles ziet? Het is de hoge hoogtepiet. Hij klimt omhoog zonder gezeur en is dan in een goed humeur. Maar nu kijkt deze, hij voelt hem maar goed blij. Want hij is er niet, ja, bij. Wat een pech, oh wat een pech. De boot ging zonder hen op weg. Ja, sorry. De nieuwe club van Sinterklaas, die mist drie pieten, want helaas hebben zij de boot gemist. Waar zijn ze nou, als ik maar wist? Want zonder deze pieten mannen hun alles sinds zijn plannen niet zoals het horen zou. Waar zijn ze nou, waar zijn ze nou? En we hebben ook nog een weerpiet op het dak. De weerpiet schrijft in zijn rapport wanneer het weer wat guurder wordt, zodat de Sint zijn paard kan rijden zonder van het dak te glijden. Nou heeft hij eenzaam op de kant. Hoe moet hij nou naar Nederland? Wat een pech, oh wat een pech. De boot ging zonder haar op weg. De nieuwe club van Sinterklaas, die mist drie pieten, want helaas, ach, hebben zij hun boot gemist. Waar zijn ze nou, als ik maar wist? Want zonder deze pietenmannen lopen al de Sintse plannen niet zoals ik test. Ik ga het over jou zeggen, kom even bij. Dit is Test Piet en die speelt. Wereldpiets controleren. De testpiet schrijft er ieder kind iets wat het zeker prachtig vindt. De test het speelgoed met beleid op speelplezier en veiligheid. Nu heeft zij zich van plaats gewist. De derde piet die zingt al mist. Wat een pech, oh wat een pech. De boot ging zonder haar op weg. Dit is een nieuwe club bij de nieuwe club van Sinterklaas. Hier is die pieten, want helaas hebben zij de boot gemist. Waar zijn ze nou, als ik maar wist? Want zonder deze pietenmannen, daar lopen gewoon heel de Sintse plannen. Gewoon niet zoals het worden zou. Waar zijn ze nou, waar zijn ze? De nieuwe club van Sinterklaas, die mist drie pieten, want helaas hebben zij de boot gemist. Waar
zijn ze nou als ik maar wist? Want zonder deze Pietermannen lopen al de Sinsen plannen niet zoals het worden zou. Waar zijn ze nou? Waar zijn ze nou? Smul, die ga je toch niet allemaal opeten, hè? Nee, Smul, dit zijn voor die... Nee, maar Smul, dat krijg je die... Laat ook... Zeur, ik heb een idee. Vertel, prof, jij bent toch ook zo slim? We gaan het nummer opzoeken van Frits. En dan wil je me gaan bellen? Ja. Wat zouden de andere Pieten daarvan vinden dan? Pieten! Ja. Hey, prof, riep bij ons. Prof, al een plannetje? Ja, Tess, hij heeft een geweldig idee. Riep jullie? Zijn jullie met chocolade, hè? Smeul! Jij nou nog honger hebben? Kijk, ik heb de handen helemaal vol. Ja. Jongens, even zaken. Wat is het plan, bro? Luister, we bellen Frits op en maken een afspraak met hem rond een uur of een hier in Sint-Willebord. We zorgen dat de politie erbij is en proberen hem zo te lokken met allerlei chocoladeletters. Bel jij even hoogte? Ik zal ze even bellen. 01670-580-0. Hallo, met hoogte... hallo met Piet? Hallo? Hoi, ik had gehoord van een geheime bron... Hè, dat u het feest van Sinterklaas wil verpesten. Klopt dat? Ja, dat zou wel eens kunnen, ja. Kan maar ik met je, waarom? Kan ik met jou afspreken op zondag 25 november... dat is nog 8 nachtjes slapen... rond de klok van 1 uur voor de lanteren... Oké, Piet. Zie je dan? Oké. Prof, het is gelukt. Hij zal er zijn. Vrienden! Vrienden! Hey, jullie raden het nooit. Ik weet hoe die onbekende man heet. Vertel. Hey, Frits. Frits, ja. Joh, waarom nee, we nog niet achter? Oh, ja. Heel Piet, ik ben trots op je. Je hebt je best gedaan. En, ja. Heel, ja, dat weet ik van mezelf ook, dat ik een leuk Pietje ben. Maar Hille, ja? We kunnen het echt niet alleen. Ja, oké, dat is waar. Kinderen. Even kijken, wat, ja, wacht, ik weet het. Zouden ze kunnen helpen? Ja. Zouden jullie ons kunnen helpen? Volgende week, zondag, komt Sinterklaas hier naartoe. Op 25 november, rond de klok van 1 aan de voordeur van het planteren. Helpen jullie dan allemaal om Frits te pakken? Ja! Gaan jullie allemaal helpen? Ja! Oké, ik zie jullie dan en zoeken jullie overal, op school natuurlijk. En hier buiten naar Frits. Dan zien we jullie volgende week, 25 november, ja, op zondag, hier voor de deur van de lantaarn. Tot ziens. Ja, dag. Hoi. Ja! Hey Sinterklaas, Sinterklaas, hè? Hè? Luister. Ieder jaar december komt hij uit Spanje aan. Geholpen door zijn pieten die langs de huizen gaan. Hij komt over de daken, zijn paardje in gaan op. We zingen als er iets jongens, horen jullie ook een klop? Hey, hey Sinterklaas, ach, slaat u mij niet over. Wat? Hey, hey Sinterklaas, laat mijn huisje niet voorbij. Hey, hey, Sinterklaas, de boot is aangekomen. Ja, meestal al. Kijk ze nou dansen. Even. Ook bij mij. Na 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 hey, na 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 hey. Hey Sinterklaas, hey Sinterklaas, hey. Na 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 hey, na 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 hey. Hey Sinterklaas, hey Sinterklaas, hey. Een handje pepernoten, een stuk speculaas. Is hij al voorbij gekomen, of zie ik duizend Nicolaas? Want het is pakjesavond, ik zing zo luid ik kan. Weet je, als hij maar goed bij mij komt, hè, gewoon. Te goed, heilige man, we gaan met z'n allen. Hey, hey, Sinterklaas, duur mij niet over. Hey, hey, Sinterklaas, laat mijn huisje niet voorbij. Hey, hey, Sinterklaas, dat huisje ken ik ook. Daar gekomen,
Hoor ik een paardje lopen, komt u ook. Ja, niet langs mij, langs hun, hè. We gaan met z'n allen. Hey Sinterklaas, hey Sinterklaas, hey Sinterklaas, hey, na na hey, na na hey, hey Sinterklaas, hey Sinterklaas, hey. Wauw. Ik wil even wel een groot applaus voor het dans, voor de danspieten. Goed zo. Oh, ik klopt het aan. Ik wacht het hele jaar. Vergeet u mij niet. Nou, onze goede Sinterpiet. We gaan even al die handen de lucht in. We gaan met z'n allen even klappen. Papa, mama's, opa's en oma's, tantes, neefjes, daar gaan we. Yeah! Hey, hey, Sinterklaas, laat u mij niet over. Hey, 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 Sinterklaas, laat u niet voorbij. Hey, hey, Sinterklaas, de boot is... Zeg maar wel. Oh, ik een paardje lopen. Hij komt eigenlijk langs hun, hè. Na 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 hey, na 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 hey, hey. We gaan gewoon verder. Na 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 hey, kinderen allemaal. Gaan we eens even oefenen. Daar gaan we, hè. Na 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 hey, na 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 hey, hey. Wat kan harder. Na 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 na, na na hey. Super. Na 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 hey, hey. Hey, Sinterklaas. Ook langs mij. Kinderen, jullie waren fantastisch. Tot ziens. Jongens en meisjes, wij hopen dat wel iets chaotische bieten, dat jullie er toch van kunnen genieten hebben, dat ze jullie hebben kunnen vermaken. Zoals de pieten al zeiden, we zien jullie graag terug volgende week zondag hier voor de deur bij de Lanteren. Om 12:30 tijdens de intocht van Sinterklaas. Uiteraard zijn al deze pieten weer aanwezig. Voor hen die graag met al deze pieten op de foto willen, dat kan dan achter in de foyer. Verder is er van deze voorstelling een opname gemaakt. De DVD is verkrijgbaar via de Sint-Nicolaas-stichting hier in Sint-Willebord. Voor straks goede reis naar huis en wij hopen jullie volgend jaar weer te zien. Tot ziens. Dat is wel leuk om te zien. En maar niet eng, maar niet ook spannend. Ja. Een beetje spannend, hè? Als de volgende keer weer terugkomt, dan kun je, dan kun je kijken hoe het afloopt, hè? Ja. Dus dat is volgende week heel, hele week niet meer goed slapen, denk ik. Ik denk het ook niet. Ja? En dan was het ook heel spannend met die Frits, dat je die daar weggehaald heeft, hè? Kom je dan volgende week kijken of hoe het afloopt? Ja? Ah, dat is leuk, hoor. Oké, okay, dag. Tot volgende week. Hier doen we er geen benul van, denk ik, hier staat ze niet zeker. Of wel? Een beetje. Nog niet. Dat loopt wel mooi. Het is slecht, ik vond het heel mooi. Ja, maar zie je, daar ben ik blij mee, want daar leven we toch voor. Ja. Ja, het lag. De nieuwe commando wacht op. Wacht, hallo, mijn dotje. Ja! Hallo, mijn dotje. Is het mooi? Leuk, hè? Vond je niet zo? Vond je het leuk? Ja? Oké. Okay. Dan kom je volgende week ook als we Frits gaan pakken. Weet je nog niet. Weet je nog niet. Hier houden we op tand. Vond jij het? Leuk? En was het ook spannend met de Frits zeker. Dat Frits de pakjes weghaalt heeft. Dan kom je volgende week kijken of Frits de pakjes weer terug of ze hem pakken. Kom je nog kijken? Ja? Ah, leuk. Oké, okay, hoor. Tot volgende week. Zo leuk met die pieten zo samen, hè? Ja? Zo'n hele lieve pieten zijn erbij, hè?
stoute Pieter trouwens ook niet. Zijn niet stout, hè? Ik denk iemand anders stout is volgens mij die de pakjes weghaalt even. Ja. Ja, die moeten ze maar... Volgende week kom je wel kijken zeker. Nou, ben ik heel benieuwd want, hè, of ze hem pakken, want... Een boef, dat mag niet, hè? Dingetjes wegpakken. Gewoon! Je hebt wel een grote vriendin erbij. Hoe vond jij het? Mooie Piet, heel goed. Ja, de hulle Pietje. Ja, ja. Dan gaat de foto ook om. Kom. Kom eens om. Zo liggen. Kijk. Hallo, ga lekker. Die zien er echt heel leuk uit. Ja. Ik vind het ook leuk om te doen. Was leuk. Ging het goed? Ja? Nu. Kan beter. Ja, de volgende keer gaan we echt gaan we erin mogen hoor. Dat is de finale, hè? Dan gaan we echt het alleruiterste eruit halen, bij Max, hè? Maar dat moet lukken. Zoeken en afritsen. Goed kijken overal, hè? Jullie samen allemaal zoeken dan. Dan zoeken we gewoon met z'n allen. Goed. Tot volgende week. Doei. Dan liggen. Dat is een lieve meisje. Ja, wat zijn mensen, hè? Hoi. Ben je leuk om te komen? Ja. Dat is wel heel leuk, hoor. Ik ben benieuwd wat gaat komen. Het ziet er wel heel leuk uit. Er is ook mooi opgemaakt als Pietjes. En wie heeft dat gedaan, je papa of je mama? Mijn mama. Mama dacht het al, en papa vindt het zo mooi niet, hè? Hallo! Ja, de show, nu Het is wel heel ik heb een beetje spannend en straks ja. Al de... Ja. Hoi, vind je het leuk om te komen? Ja. Ja, ik ben ook benieuwd hoor. Want ik lijkt me heel leuk volgens mij. Wat zei hij? Ik denk het wel. Maar wel veel plezier, hè? Veel kijken. Ja. Zo, dat is echt één. Die moet de hele show op, joh. Ja, die is fotogeniek. Kom. Hoi. Een beetje verduurd te kijken van wat zal het. Dat is waar. Heel goed hoor. Ja. Ik kan daar heel goed zingen. Echte Sinterklaas. Jij bent er ook een, of niet? Yo, hey, yo, ho, ho. Oh, oké. Okay. Ja. Die de baas. De club van Sinterklaas. Oh, hey, yo, so. Hey, yo, ho, ho. Die zie je. Hoi, yeah. Hoi, en wanneer het leuk om te komen hier zo bij Zwarte Piet? Ja, leuk. Nou. Op de foto. Oh, jullie komen echt voor de foto. Dus jullie vinden het leuk om samen met de Pieter op de foto te komen direct. Ja, dat denk ik ook wel dat leuk is hoor. Dat weet ik wel zeker, hè? Dat wordt het hoogtepunt misschien wel van de dagen. Vond je het leuk? Ja. En dat was wel spannend met Frits, hè? Ja. Kom je volgende week ook nog terug? Om te kijken of die... Het... Dan gaan we weer kijken. Ja, dan wil je wel zien zeker of het opgelost wordt. Hoi. Vond jij het ook mooi? Vond je het leuk, Tina? Vond je het mooi? Ja, spannend ook. Ja. En kom je volgende week ook? Bij Sinterklaas. Ja. Kom maar kijken. Als Sinterklaas komt.
Dankjewel. Moet wel. Dag. Dag. Zo, heb jij een mooi dingetje bij je zet. Dat is leuk. En voor je Sinterklaas mooi. Dat is hij mooi. En Frits. Die was wel een boze man, hè. Die heeft de cadeautjes weggehaald, hè. Vond jij het leuk? Vond je het leuk? Vond je het mooi? Hij durft niet te zeggen. Hij vond het wel leuk. Jawel. Het was wel heel spannend volgens mij ook al een beetje, hè? Een beetje wel, ja. Ja, toch wel. Oh nee, dat is mama heel stout geweest. Ik vertel dat niet, hoor. Ik wil het echt niet durven, hoor. Dan wil je nog een keer leren. Owen, op de foto. Wie deed het? Ja, wie deed het? We hebben het gedaan. Melden of niet. Iedereen. Ja. Allemaal goed gedaan. Goed is Banje. Ja, dat zal ik doen. Dankjewel. Het is blauw. Hoi. Hoi mama. Dat was leuk. Het was heel goed. Ja. Ja. We hebben heel goed je best gedaan. Dit is wat een beetje. Lief, hè? Vond jij het leuk? Zwarte Piet. Hè? En die Frits, dat was wel een boze man, hè? Die alles weghaalt, hè? Maar die wil volgende week kijken naar of hij zijn cadeautjes terug kan brengen. Ja, ik ben benieuwd, hoor. Mooie hoed op. Het zou niet goed zijn als de cadeautjes niet terugkwamen, hè? Heel mooi. Die moeten ze pakken. Tante Frits. Wat een mooie veer. Ja, een mooie veer. Ja, een mooie veer. Vond jij het ook leuk? Dat is mooi, hè? En Frits was wel stout, hè? Wat heeft hij gedaan? Ja, cadeautjes. Cadeautjes. Dat kan samen, dat is samen vertellen. Ja. Hij heeft een cadeautje gesteeld. Ja. Cadeautjes gesteeld, hè? Cadeautjes gesteeld, hè? Ze moeten ze weer terugbrengen straks. Dan moeten ze de Frits pakken, hè? Maar daar is wat. Dan kom je volgende week kijken. Kom je volgende week kijken, vraagt u? Ja. Waarom ben je dan niet lief dan? Hoop jij dan wel lief? Ja, dat is toch wel lief. Oh nee, ze hebben ook al niet lief. Oh, ja. Ja. Kom het, waarom is jou niet lief dan? Volgens mij heb ik alle chocolade uit de boek gegeten. Ben jij mij wel lief? Ja. Toch wel, zie je wel, je hebt toch wel een fan, hè? Je hebt wel een fan. Ik heb geen fan. Toch wel, zie je wel, dat we mee jou leuk vinden nog. Gelukkig. Je hebt wel vrienden. Ja. Hoi. Vond je het leuk? Was het mooi? En met Frits? Was wel spannend zeker. En Frits heeft cadeautjes weggehaald, hè? Ah, hij zult niet aan de foto. Oh, kijk, we staan kijk, op de camera. Ga maar zwaaien. Je staat op de beeld. Ik heb de televisie. Televisie? Hij wil heel graag mee op de top. Ja, natuurlijk. Ja. Ah. Roep even. Kijk eens, Hulp Piet Sam. Hey. Ja, maar je hebt een mooi shirtje. Hallo. Dat is een mooie Hulp Piet. Hulp Piet Mario. Hey. Dat is een hele mooie Hulp Piet. Hé? Ga maar naar Hulp Piet toe. Ze gaan jullie op een foto. Kijk aan ze. Ja. Ziet er leuk uit. Wie heeft dat jou zo mooi gemaakt? Je mama of niet? Of papa? Mijn mama. Ja, dat dacht ik wel. En vond je het leuk? Het is heel mooi, hoor. Zullen we ruiken? Nee. Nee? Nee, dat is niet doen, hoor. Niet aan hem geven, hoor. Krijgt hij niet, hè? Wat een mooi Pietje. Wat vond je ervan? Mooi. En kom jij volgende week ook als Frits de cadeautjes als we hem gaan pakken? Dat hoop ik wel, hè? Even denken. Nou, oké. Okay. Maar ik hoop dat ze wel terechtkomen, de cadeautjes, hè? Het zou zonde zijn dat de pakjes niet meer terugkwamen. Als die iemand gaat slapen, dan komt het pakje. Ja. En dan heb je allemaal spulletjes. Ja, zeker. En volgende week zondag komt hij hier, hè? In Bullybrok. En ik hoop dat ze Frits pakken, hè? Ze gaan hem proberen een val te zetten voor Frits, hè? We zullen zien.